hier. Het wat gespost. Is proeven, hè. Dat goede recept is. Hey, welkom bij Belegen Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. We gaan vandaag Horrorplant spelen, dus laten we maar eens op play drukken. Hè. Hier is een vogel. Hier is de professor. Tovenaar. Die daar de tovenaar. Oké, laten we maar eens een polletje pakken. Hè. En nou gaan we de gieten slaan. En een toversprookje. Oh, een plant! De vlees eet op de plant. Daar is een kabouter. Dat is een sleutel. Krik krak. Lasse. En een steekje pakken ze. Allee. Maar lasse. En het aansteken ze. Maar lasse. Gewoon licht maken, hè. En dan zien we niks meer. In het donker. Allee. In een grot. Maar lasse. Wauw. Wie dat? Dat is wel een kikker. Oh, jong. Ja. Dan heb je als je een tak doorzaagt, hè. En je blijft erop zitten. Maar hij hebben wel terug eten. Ziet er precies lekker uit, hè? Koppenstuk? Precies niet, hè? Dus ziet het hem alles voor zijn eigen wilt. Boink, boink, spring, spring. Rassen. Dat zal elektriciteit maken, hè? Lasse. Stop hierin steken ze. En hier ligt je aan. Dit is stop. Tommy, daar zit een beest. Ik ga wel dat beest iets lekker hier geven ze. Maar dat zit precies goed vast. Alsjeblieft. Nou, we die tak daar doorzagen ze, maar die zit in de weg. Lasse, anders kan hij naar beneden komen, hè. En nu gaan we die nop erin steken, hè. Maar Lasse, we hebben elektriciteit. En dan gaan we de lift naar boven doen, hè. Daar zit er maar... Nee, ja, toch lekkere dingen uit. Amai. Oei, oei, oei. Heet die een spin? Weer al iets lekkers, hè. Dat kunnen we toch niet laten liggen, hè. Trek een ondertje. Wat zet je kop er dan eens boven? Allee. Ja, precies. Alleen genoeg met lijf. Voilà, we zijn hier weer weg. Daar is ze. De kabouter. Laten we eerst maar eens... Die kat. Rups. Een kotteke steken. Of een kotteke wisselen ze. We eerst plankjes laten uitkomen ze. Laten we hier bloemetjes hebben, want dat zie je toch zielig ze. Nee, dat bij ook eens eten. Niet alleen wij, maar bij ook. Is ze? Rup ze? Oh, damn. Ik moest die
tenen dan nog afhalen. Daar domme, hè. Dan kan ik weer opnieuw beginnen. Oké. Okay. Nou, gauw wat hier. Nou, eens laten komen. Voilà, hij zit er vast. Ik kan hem. Auw. Ik zou ook schrikken. Als je zoiets voor je lijf ziet komen. Had je een mes ook opgegeten? Wat is dat? Al handig, want nu kunnen we hier rustig door. Is dat als, hè? De kabouter die dan aan het werken is. Maar als je, dan kan die rupsen vrij rondlopen. Allee, laten we nu nog eens maar eens werken. Wat krijgen we nu? Eerst komt iets naar boven. Allee, rups. Verdorie. Is dat een vlinder? Allee, laten we die nog eens maar eens werken. Kunnen we hier... Ah, we kunnen hier op drukken staan. Van onderen! Allee, van onderen! Van onderen! Allee. Van onderen! Net is die mevrouw wakker. Uh-oh, die heeft vogel. Wat doe ik eens eraf? Uh-oh, ik zou schrik krijgen als ik hier even stop. Ja, dat zal ik ook denken. Ah, recht in de oog. Jusse, jij hebt ook eten. Alle twee iets. Ik zal geen ambras maken, zeg. Want wie dat grootste stuk heeft, dat is wel die een... Tja, pauw. Allee, het is een stuk eigenlijk. Lekker bloed. Juist water. Wil het hele opdrinken. Voilà. Smakelijk. Voilà, als het uitgesmaakt zal ik een boer. Oké. Wat komt er nu naar beneden? Och, hop, die kop. Daar hebben we toch de kop gekregen. Jusje, een heks die aan het koken is. Laten we maar eens zien wat er op de steen staat. Jusje, een recept. Dat is al dit. Dat is dat, hè. Joehoe. Nu gaan we... Moet ik die nekel hebben? En met dat bloem. En dat denk ik hier. Voilà, ze hier een spin. Ook iets lekker, een rups. Hier is een spinnenweb. Dat zijn kantitaars gaan volgen. Ik denk dat het is veer. Het was gespost. Is proeven, hè. Dat goede recept is. Ik zou ook denken. Mega grote ding. Toepie, kon het. Voilà, ze. Dat is een play monkey. Voilà, condo 1 hebben we uitgespeeld. Dus ik hoop dat jullie er van genoten hebben. Laat dat vast. Een blauw duimpje achter. Als je het leuk vindt. En dan zeg ik tot een volgende schiet of horror game. Daag.